14 bruggen in het district Kommerwijnen krijgen een facelift. De bruggen worden schoongemaakt en opnieuw geverfd. Het initiatief komt van districtscommissaris Mohamed Safiq Rajab, het kabinet van de president en ondernemer Rocky Baldeo. Burgervader Rajab zegt dat de bruggen er al een hele tijd verwaarloosd uitzien. Je ziet, al die bruggen waren ervoor verwaarloosd. En het was niet mooi voor mij om dan als districtskind en districtsvader nu om die bruggen zo verwaarloosd te zien. Ik heb terstond gelijk mijn mensen in het district, goedhartige bedrijfs, mensen die bedrijven runnen, heb ik gevraagd om mij te ondersteunen. En dat is zo gauw gebeurd en mensen hebben intussen aangepakt. Je ziet het hoe mooier het uitziet nu, verfraaid met schilder. We hebben heel wat bruggen die we gaan doen, maar alles gebeurt dan stapvoets. Het is niet zo dat de burger moet zien van dat ik een toverstok heb, maar langzaam zal ik het zeker aanpakken. Om hoeveel bruggen gaat het? Het gaat om 14 bruggen en we hebben intussen 9 of 7 bruggen al aangepakt. 3 zijn al geschilderd. Namens het kabinet van de president stond Diraj Sukhayons te woord. De aanpak van de infrastructuur is topprioriteit in Kommerwijnen, omdat hiermee handel en industrie wordt gestimuleerd. Ondernemer Baldeo zegt dat de private en publieke sector samen een vuist maken om alvast de dringende zaken aan te pakken. Ik krijg uiteraard alle ondersteuning vanuit het kabinet, van de hele regering. Omdat, dit is het verschil, hè? Dit zijn simpele dingen waarvoor je niet altijd zoveel geld nodig hebt. Maar het enige wat je nodig hebt is een klein beetje management, een klein beetje leiderschap binnen de diverse instanties, binnen de diverse structuren van de overheid om dit op gang te brengen. En dit is een prachtig voorbeeld ook van hoe het de komende jaren zal moeten. Een public-private partnership waarbij de overheid samen met ondernemers, lokale ondernemers, het initiatief neemt om dus, zoals je hebt gezien, de bruggen te verfraaien en ook ander soortig werk te doen. Je hebt niet altijd geld nodig. Wij zijn familie Baldeo, de eerste ondernemer op Kommerwijnen meer dan 100 jaar. En wij steunen dit project 100%. Ik ben heel blij dat de nieuwe DC ons als eerste benaderd heeft. We hebben direct toezegging gedaan en we hebben zaterdag zelf met de lockdown heeft de DC voor pasjes gezorgd en wij zijn tegenaan gegaan samen met deze goede meneer Chirmuti, een hele harde werker. Elke keer dat je beroep op hem doet, staat hij klaar. Er is het 3 uur in de ochtend, maar hij staat gewoon klaar voor zijn geboortedistrict. Dus we hebben dat heel goed aangepakt. We hebben ongeveer 6 bruggen hebben we al gewassen en zijn nog, totaal zijn er 14. 3 zijn er nog compleet geverfd. En we gaan zo verder. Ondernemer Rocky Baldeo en daarvoor Diraj Sukhay van het kabinet van de president. Samen met het districtscommissariaat is het initiatief genomen om 14 bruggen in Kommerwijnen een facelift te geven.